Dan zit je ineens aan tafel bij Tottenham met Mourinho bijvoorbeeld. Wat vind je van de kritiek op voetbalmakelaars? Als je ziet wat voetbalmakelaars zeg maar doen voor een speler, dan snap ik niet de kritiek. Hoeveel verdien jij? Ik ga op pad met de jongste voetbalmakelaar van Nederland. Zijn naam is Nathan en hij appte me dat ik hem hier ergens kan ophalen. Hij schijnt aan het trainen te zijn. Yo, Nathan. Hoe is het? Lekker. Ja? Ja, goed. Lekker aan het trainen? Ja, we zijn goed bezig. Ja, ja. En dat is een Ajax-speler, toch? Edson. Ja. Edson Alvarez? Ja. Oké, okay, jullie trainen vaker samen dan? Ja, nu om fit te blijven in deze tijden. Trainen we 2-3 keer in de week. Trainen we hier in het bos met Dustin. How is it to work with Nathan? Ja, yeah. It's very funny, you know? Oh, yeah? Because more than my agent or one person to help me with my things, now it's more my family, you know, my brother. We born the same day, the same year, so we are very close. So what kind of manager is he? He's very young. He understands very good my things. How do you stay fit in this corona crisis? Yeah, it's difficult, you know, also for the mind, because you try to train every day, but you don't have one motivation, you know, to keep going, but yeah, it's difficult, but we need to keep fit. Ja, ja, Nathan, dit ziet er allemaal heel sportief uit allemaal. Maar waar moet ik zo meteen heen? We gaan even een kijkje nemen bij ons op kantoor. Oké. Okay. Als je het leuk vindt. Ja, doe maar, hè. Op ons kantoor bij Muy Manero in Amsterdam. Zoals je kan zien hangen mooie shirtjes. Ja, hoe ben je deze wereld ingerold? Ik heb zelf gevoetbald in de jeugd bij onder andere AZ en Volendam. Mijn vader die werkt al meer dan 30 jaar in het voetbal. Die verkocht televisierechten. Ja. Doordat ik zelf heb gevoetbald, hè, ontstaat er een band met de jongens die we nu onder andere begeleiden. En die werden op een gegeven moment 16, waaronder Stevie en Appie. Toen werden ze helemaal gek gebeld door de zaakwaarnemers dat zij hun zoon wilden vertegenwoordigen. En toen belden ze mijn vader op van waarom ga jij het niet doen met je verleden in het voetbal? En zo is het eigenlijk begonnen. En nou las ik ergens dat je in een artikel de jongste voetbalmakelaar van Nederland wordt genoemd. Dat zou kunnen, zo ongeveer wel, ja. Ja, want hoe oud ben je? Ik ben 22. Wie begeleid je allemaal? Over welke spelers hebben we het? Donk, Bergwijn onder andere, Nouri altijd gedaan, Brenet, ja. Alvarez. Wat vind jij het leukst van voetbalmakelaar zijn? Ik denk het contact met de jongens zelf. We hebben een vriendschappelijke band, hè. We zijn vrienden. Maar ook gewoon de combinatie met het zakelijke gedeelte. Gaan we even een kijkje nemen in de gym? De gym? Ja, de gym. Oké, okay. Jullie hebben gewoon een gym in kantoor? In kantoor, beneden. Ja? We trainen een aantal spelers nu. Okay. Omdat ze gewoon, ze moeten toch bezig blijven in tijden van corona. Wat is eigenlijk het gekste dat jij hebt meegemaakt in de voetbalmakelarij? Och. Je zal veel meemaken. Je maakt veel mee. Ja, hoe sommige transfers tot stand komen, dat is toch wel, gaat heel snel. Ja. De transfer van Bergwijn was redelijk op het laatste moment. In de laatste week. Dan zit je ineens in Londen. Dan zit je ineens aan tafel bij Tottenham met Mourinho bijvoorbeeld. Ja, dan zit jij echt met Dan Mourinho. Maak je niet elke dag mee, toch? Nee. Ja. En hoe gaat dat dan, zo'n gesprek, zo'n onderhandeling? Kennis maken natuurlijk eerst. Wordt een verhaal verteld vanuit de kant van de club. Waarom ze de speler graag willen. Of hoe hij hem ziet. Waarom hij hem bij de club wil hebben. Wat zei hij dan in zo'n gesprek bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dat hij hem al een tijdje volgt. Dat hij hem al een tijdje kent. Dat hij al langer gecharmeerd van hem was. En jij, je bent een jonge gozer. Ja. Ben je dan onder de indruk van zo'n Mourinho? Tuurlijk. Ja? Is Mourinho, hè? Maar je laat er niet het kaas van het brood eten. Er wordt wel even stevig onderhandeld, even stevig, denk ik. Onderhandeld, ja. Daarover gesproken, hè? Dat zegt men altijd, dat jullie bakken met geld verdienen. Jullie hebben hier ook een fantastisch mooi kantoor, zie ik. Hoeveel verdien jij? Dat vind ik een beetje een gevoelige vraag. Dus dat hou ik liever privé. Ja. Natuurlijk heb je sommige spelers die in één keer naar een topclub gaan en dat in één keer heel veel geld verdiend wordt. Maar je hebt ook spelers waarvan je echt een ontwikkeling doormaakt. Ja. En dat vind ik ook het leukste om te zien. Hoe ziet een dag van een voetbalmakelaar eruit? Je gaat veel naar wedstrijden toe. Soms zie ik er wel 4, 5 in het weekend. Ja, serieus? Ja. Dan ga je van wedstrijd naar wedstrijd? Ja, je reist ook veel.
Omdat je hebt natuurlijk ook spelers in het buitenland zitten. Wat vind je van de kritiek op voetbalmakelaars? Ik bedoel, er is genoeg kritiek dat jullie geld uit het voetbal eigenlijk pakken op een makkelijke manier. Hè? Je hoeft niet eens een opleiding gedaan te hebben voor wat jullie doen. Wat vind je daarvan? Nee, tuurlijk. Je hebt een hele hoop goede voetbalmakelaars. Maar je hebt ook een hoop die meer aan zichzelf denken. Alleen mensen vergissen zich ook wel of onderschatten ook wel ons werk. Want er komt zoveel meer bij kijken dan alleen even je handtekening onder een contract zetten. Wat komt er bij kijken wat ik niet weet dan? Je probeert hem wegwijs te maken. Je gaat met hem kijken voor een huis. Je gaat met hem mee voor zijn auto. Je zorgt dat zijn administratie op orde is hier. Dat zijn belastingdingen goed geregeld zijn. Vind je het dan wel terecht als je kijkt naar dat je werkzaamheden zijn? Hoeveel jullie dan verdienen? Nou, ik denk dat als je zeg maar, ziet wat voetbalmakelaars zeg maar, doen voor een speler. Mm-hmm. En hoeveel tijd ze investeren in een speler. Ja, dan vind ik dan snap ik niet de kritiek. Teringlijn. Dit is dan wel weer een beetje typisch stereotype voetbalmakelaar. Zo in een bootje door de Amsterdamse grachten. Ja, vind ik wel. Ja, het is lekker weer, dus waarom niet? Nou zijn er heel veel jonge jongens, schat ik in, die ook zoiets hebben van ik wil wat jij hebt. Klopt. Ik wil dat ook worden, voetbalmakelaar. Ja, hoe word je dat? Ja, dat is wel grappig, want ik krijg heel veel berichten op mijn Instagram ook. Van jongere jongens die vragen van, ik wil het ook worden. En heb je tips, heb je advies voor me? Eigenlijk moet je er een beetje in rollen. Je moet eigenlijk van je hobby je werk maken. En als je de juiste contacten hebt. Maar stel nou, de gemiddelde jongen van 16, 17 jaar, die kent geen enkele profvoetballer natuurlijk. Ja. Maak je dan kans om deze wereld in te rollen? Of? Waarom niet? Ik denk, als je de wil hebt. En je wil er echt voor gaan en je gaat stage lopen bij een bedrijf die het al doet. Ja, dan kan je op die manier wel steeds stukjes wegpikken van het bedrijf waar je dan stage loopt. En op die manier kan je misschien ooit voor jezelf beginnen. Hoe zit het met de coronacrisis eigenlijk? Hebben jullie nu veel minder werk? Of? Ja, het is wel rustiger dan normaal. Je weet nog niet echt waar je aan toe bent, omdat het is gewoon nog heel onduidelijk. Ja, je kan nu niet heel veel doen. Nee. Dus afwachten. En de toekomst, wat betreft jij persoonlijk? Ja. Wat zijn je dromen? Mezelf gewoon blijven ontwikkelen. Plezier blijven houden in je werk. Ja. Dat vind ik wel het belangrijkste. Ik denk als je geen plezier in je werk hebt, dan kom je ook niet heel ver in wat je doet. Nou, jongens, vond je het nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Nathan? Wil je dat wat zeggen? Dat hebben we helemaal gerepeteerd net. Wat moet ik zeggen? Abonneer op het kanaal van de Telegraaf. Oké, jij zegt het andere. Ja. Vond je het nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Abonneer op het filmpje van de Telegraaf. Nee, kanaal, sorry. Ik hoop niet dat die Mourinho kijkt. Want dan, dat gaan we af hoor. Ja, dat ga ik af. Jongens, vond je het nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. En abonneer op het kanaal van de Telegraaf. Abonneer precies. Was niet heel goed. Vond je het nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. En abonneer op het... Godsamme. Ik doe nooit meer een interview. Vond je het een leuke video? Maak dat duimpje blauw. En abonneer op het kanaal van de Telegraaf. Zo. Je moet je wat mee doen, man. Eén keer, hè? Dit is echt goed gewoon. Doei.